Meneer Beren, eigenaar van de Bokkendoorns in Overveen. Hoe heeft u de chefwissel ervaren van Lucas Rieven en Menopost? Nou ja, in eerste instantie is het natuurlijk. is het even wennen. Als je 26 jaar met iemand hebt samengewerkt, dan, ja, dan gaat, zit er een bepaald automatisme in. Iedereen weet van elkaar wat hij wat wil en hoe het gaat. En dat is in eerste instantie natuurlijk even, ja, even wennen. Een nieuw gezicht in de keuken. Natuurlijk ook weer een stuk jonger als, als de voorgaande chef. Maar ik moet zeggen, het gaat fantastisch en we zijn erg blij met elkaar. Wat merkt de gast van de chef wissel? Ja, ik denk dat de gast er niet zo heel gek veel van merkt. En natuurlijk weten ze dat, dat zoiets uh, is gebeurd. Uh, de grap is dan altijd, dan hebben ze bijvoorbeeld al een idee van... nou, dan zal het allemaal wel totaal anders zijn. Ja, de Bokkadoors is de Bokkadoors. Dus wat dat betreft heb ik met, met Menno van tevoren ook hier ruim over gesproken. We hebben gezegd: we moeten niet ineens de, 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 de ziel van de Bokkadoors eruit halen. We moeten de Bokkadoors laten zijn zoals het was. Natuurlijk wel met aanpassingen. Hij moet wel zijn eigen idee kwijt kunnen. En het leuke is: ja, eigenlijk gaat het wat mij betreft geruisloos. Ik vind het fantastisch zoals het gaat. Hoe omschrijft u de kookstijl van Menno Post? De kookstijl van Menno die is, uh, uh, laat ik het zeggen, modern uh, gebaseerd op de, op, op, op de klassieke inslag. Hè? Eigenlijk ook wat een beetje de nieuwe trend is. Hè? Geen gekke dingen doen, gewoon op smaak koken. Lekker mooie verse producten. Uh, ja, klassiek met een, moderne, met een moderne kwinkslag. En dat is eigenlijk wat we al jaren doen en dat willen we ook zo houden. En uh, ja... Je ziet wel dat, dat hij weer uit een andere keuken komt. Dat er wel bepaalde details zijn die totaal anders zijn dan wat we ervoor deden. En misschien is dat ook wel weer eens leuk hè? Om, om, om je keuken een beetje aan te passen na, na, na zoveel jaar. En, en, ja, het geeft ons een enorme boost. De grap is natuurlijk wel, ja, als je mensen binnenkrijgt. Ik, ik weet nog de eerste dag dat hier gasten binnenkwamen die keken in de kaart, zeiden ze: Oh ja, ik zie het al. Een volledig nieuwe kaart. Terwijl dat op dat moment nog dezelfde kaart was. Dus de buitenwereld staat er anders in dan dat we dat zelf hebben. Maar ik, gezien de reacties moet ik zeggen dat we enorm veel positieve reacties krijgen. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Want het ja, is maar één goed restaurant, zo'n vol restaurant. Dat zijn mensen die terugkomen of voor de eerste keer eens een keer komen kijken van wat we aan het uitvreten zijn, om het zo maar te zeggen. Hoofdinspecteur van Michelin is al op bezoek geweest. Bent u zenuwachtig voor hun oordeel? Nou ja, kijk, we zouden natuurlijk niet graag een ster kwijtraken, laten we dat voorop stellen. Dat is iets waar we al, al, al vanaf 78 mee bezig zijn. 78 kregen we onze eerste ster, 91 de tweede. En, en ik moet zeggen, ja, god, er is wel wat veranderd, met name achter de schermen. Maar voor is er natuurlijk niet, niet zo gek veel veranderd. En ik zit hier nu 36 jaar en mijn meter zit hier 33 jaar. Dus ik zou het ook wel een stukje respect vinden... Uh, als ze gewoon zouden zeggen, van, nou, we, gaan het, uh, we gaan het goed beoordelen. als wat niet goed is, is niet goed. Maar ik kreeg nou niet direct de indruk dat hij uh, ontevreden was. Ik heb het er ook verder niet over gehad hoor. We hebben even met elkaar zitten praten. En uh, verteld hoe, uh, hoe alles in zijn werk is gegaan. En uh, ja, natuurlijk, uh, uh, we zullen in november best wat meer stress hebben als, uh, als te doen gebruikelijk. Maar ja, ik hoop dat uh, toch de kwaliteit de bokken door ons garant staat voor, uh, voor die twee sterren. En hoe is het contact met Menoporst tot stand gekomen uh, toen uh, Lucas Revers zijn vertrek aankondigde? Ja, dan zit je eerst eens even op je, op je, aan je bureau en dan denk je van ja, god, waar zal ik beginnen en wie zal ik eens benaderen? Uh, uh, ik ben nou niet zo'n type die graag mensen bij mijn collega's weghaalt. Uh, en eigenlijk op dat moment uh, zat ik met Lucas te praten en die kwam zelf met, uh, met deze naam. En toen zei ik: Van ja, God, ik ga niet bij, bij Ron Blauw de mensen weghalen. Hij zei: Ja, nou God, Menno die heeft een gesprek gehad met Ron. En die is zoekende naar iets waar hij zijn eigen ei in kwijt kan. Nou ja, toen hebben we contact gehad met Ron. En die zei precies hetzelfde wat uh, Lucas zei. En toen ben ik Menno gaan benaderen. En, en twee dagen later zaten we met elkaar aan tafel. En dat, uh, vanaf het eerste moment was dat een gesprek waarvan wij beiden dachten: Van nou, hier zit toekomstmuziek in. En hoe heeft het overige keukenteam hem. Uh... Ja, uh, omarmd, ingesloten, geaccepteerd. Ja, dan, dan zie je natuurlijk dat, uh, dat de echte Lucas -Rive aanhangers. Uh, die hier ook al een aantal jaar hebben gezeten. op een bepaald moment denken: van ja, god, uh, uh, ik weet niet hoe het gaat, ik ga misschien ook voor mezelf wat kiezen. Dus we hebben wel ervoor gezorgd dat die de, de gelegenheid kregen. om zijn eigen team op te bouwen. En dat is, uh, dat is uh, aardig gelukt. Uh, we zijn nu aan de laatste mensen bezig die het team moeten compl compl completeren en ja, zoals ik nu zie gaat iedereen heel vriendschappelijk met elkaar om, er wordt keihard gewerkt. Men is zich allemaal bewust van, van, van het kwaliteitsniveau en ja, daar zijn ze allemaal keihard mee bezig. Ik moet zeggen dat hij dat heel goed onder controle heeft. En als u het eerste half jaar van Mendel Post bij de Bocadones moet samenvatten, hoe zou u dat doen? Uh, goed, goed, goed gelukt.